natuurlijk echt mooi als je, als je in zo'n wedstrijd je debuut kan maken. Decevio Peen, nog maar net 19 jaar oud, maakte afgelopen zondag tegen FC Heerenveen zijn debuut in het eerste elftal van FC Groningen. Peen is daarmee alweer de vierde speler uit de jeugdopleiding van de FC die dit seizoen debuteerde op het hoogste niveau. Roland Baas, Jafar Arias en Juninho Bakuna gingen hem voor. Peen hield er eind vorige week al rekening mee dat hij wel eens zou kunnen gaan debuteren tijdens de derby van het Noorden. Ik had al getraind, zeg maar donderdag. En vrijdag had ik er ook getraind en zaterdag, zeg maar, wist ik echt duidelijk dat ik zou spelen. Ja. Hoe leef je dan naar de wedstrijd toe? Ja, je hebt wel een paar momentjes in je hoofd hoe je wat zou doen, maar ja, het is gewoon spanning en gewoon je ding doen. Had je ook nervositeit voor de wedstrijd? Ja, voor de wedstrijd alleen. Tijdens de wedstrijd dacht ik van ja, daar heb je nu niks aan. Dus gewoon de knop om en gewoon je ding doen. Peen kwam in de zomer van 2012 als eerstejaars A-junior in de jeugdopleiding van FC Groningen terecht. Daarvoor speelde hij onder andere bij FC Haarlem en het Amsterdamse Zeeburgia, waar al vaker veel talent vandaan kwam. Vorig hadden we een heel goed team. 7 mensen zijn weggegaan van Zeeburgia. Hele goede trainer. Ja, daar lag denk ik wel aan, denk ik. Speelde in de A1 en dit seizoen in de belofte van FC Groningen vooral op de rechtsbackpositie en rechts centraal in de verdediging. Tegen Heerenveen stond hij linksback en dat vergde wel enige aanpassing. Dat is wel een aanpassing, ja. Maar wat voor manier? De aannames, ja, je gaat toch snel naar je rechterbeen. Maar ja, ik probeerde wel soms gewoon door te draaien met mijn linksback te spelen, maar dat lukt niet altijd. Soms kwam ik daardoor ook in de problemen, maar daar werk ik dan aan. Ja. Maar je kreeg veel steun, hè, van andere jongens. Ja, zeker. Ik kreeg veel steun en daardoor voelde ik me ook gewoon lekker. Ja. En ja, ze hielpen me echt heel erg. Ik vond dat hij het heel goed deed. Hij traint goed de laatste tijd en je ziet de ontwikkeling bij hem. En ik vond dat hij het heel goed deed, heel volwassen. Dus complimenten voor hem. Hij speelt uitstekend. Als je zo tegen Slagveer speelt, een jongen die de laatste weken doelpunt na doelpunt heeft gemaakt met heel veel snelheid. Peen had zijn debuut afgelopen zondag vooral te danken aan de goede ontwikkeling die hij de afgelopen maanden doormaakte bij de belofte. Hij mocht als beloftespeler in januari zelfs mee op trainingskamp naar Spanje. Ik moest erop trainen en dat heb ik gedaan. En dan is het mooi als het zo beloond wordt. Waar moest je op trainen? In duels. Echt gewoon steeds 100% geven. Elke training, elk duel. En daar ging ik toen aan werken. En, ja. Het feit dat je mee mocht met trainingskamp was natuurlijk al wel een beetje een teken, denk ik. Ja, dat was wel mooi. Ja. Dus ik... Op zo'n trainingskamp probeer je natuurlijk te laten zien wat je hebt. En dat is wel geluk, denk ik. Ja, na de wedstrijd zag ik je nog even naar de kant gaan van het veld. Wie waren dat? Dat was mijn vader en mijn zaakwaarnemer. Ja, die waren ook trots op je? Ja, mijn vader is heel trots. Dat is mooi.